De gemeenteraadsverkiezingen komen dichterbij. Studio 040 peilt de stemmingen in de verschillende Eindhovense wijken. Vandaag stopt de auto in Meerhoven. Ik ga PvdA stemmen. Ik ben ook lid van die partij. En dus daar stem ik eigenlijk al jaren en jaren op. CDA. Ja, en waarom? Nou, de partij dichtst bij me ligt. Het is natuurlijk een hele internationale community hier. Dus een stem zou moeten gaan richting een partij die dat ziet en de belangen van beide kanten behartigt. Meerhoven telt meer dan 12.000 inwoners, met veel expats en jonge gezinnen. De stemming hier kan dus best wat invloed hebben op de verkiezingsuitslag. Veel bewoners weten nog niet wat ze gaan stemmen, wel wat ze belangrijk vinden. Ik vind dit eigenlijk een hartstikke goed georganiseerde wijk. Het enige wat ik echt erg vind is dat de huizenprijzen hier zo hoog zijn en dat niemand hier eigenlijk een huis kan vinden. Dus PvdA die zet ook wel echt in op verbetering van de woningmarkt en dan hoop ik dat ze dat hier in Eindhoven ook doen. Het is erg duur om te wonen hier, dat kan niet iedereen betalen. Tekort aan woningen zelfs ook nog wel. Gebrek aan genoeg schoolruimte, want deze school is bijna vol. Dus er speelt wel veel in de wijk waar de politiek echt wat mee kan. Ook aan de bereikbaarheid en de gezelligheid in de wijk mag de politiek wat doen. Ik heb er wel over nagedacht. Maar wat ik vooral belangrijk vind in de wijk is dat het goed bereikbaar is. Nu zien we zeg maar dat er een doorlooproute is in de Meerhoven. En het is dan zo bereikbaar, maar ik denk dat er meer kan eigenlijk. Dus ik zou eerder kijken naar partijen die daar wat meer aandacht aan besteden. Wat opener maken deze wijk en dat hier die wijk wat meer toegankelijker wordt voor bezoekers. Dat er wat meer gezelligheid komt, want het is hier totaal niet, in heel deze wijk niet. Zoals je kan zien is het niet zo lekker weer, dus misschien een paar plekken voor de jongeren waar ze gewoon met z'n vrienden kunnen zijn zonder overlast te veroorzaken. En waar het een beetje droog en warm is, zou leuk zijn. Sommigen zien veiligheid in de wijk als prioriteit. We hebben best wel veel last van jonge mensen die hier s'avonds aan het keten zijn en vernielen en ook in het park. Wat ik hier van rouw merk is de overlast van jongeren. S'avonds in het park veel hangjeugd, veel troep die achtergelaten wordt, veel vernielingen. En dat mag wel echt aangepakt worden. Dat een beetje gewoon de kindvriendelijkheid en de rust weer terugkomt in de wijk. Maandag peilen we de stemming opnieuw.